Deze man die in Rotterdam een 4-jarig meisje onzedelijk betastte, lieten we u al eerder zien. Ondanks uw tips is hij nog niet aangehouden. Maar dat moet wel. Rotterdam-Delfshaven. Het voormalige Scheepvaart- en Transportcollege aan de Willem-Buitenwegstraat is omgebouwd tot de Machinist. Een multifunctioneel gebouw met onder andere een Grand Café en een restaurant met 2 terrassen. 1 aan de straatkant en 1 aan het water aan de achterkant. Er zijn vergaderzalen en er worden ruimtes verhuurd als flexwerkplekken. Beneden in de kelder zit een klein filmzaaltje. Ouders kunnen daar op eigen verantwoordelijkheid hun kinderen een film laten kijken, terwijl ze zelf aan het eten zijn. Vrijdagmiddag 10 augustus, rond 1 uur of 2, gaat een oma samen met haar kleinzoon van 10 en haar kleindochter van 4 en een vriendin met haar kind iets drinken in het Grand Café. De kinderen mogen een tafel uitkiezen. Het wordt er een aan het raam. De kleinkinderen zijn bijna kind aan huis in het Grand Café en weten van de filmzaal. Al snel hebben ze zin om met elkaar een film te gaan kijken. Zullen we even een film kijken? Ja, natuurlijk. Hun oma is in gesprek met haar vriendin, maar registreert onbewust dat buiten een auto geparkeerd wordt. Uit de metallic grijze Volkswagen stappen een man in een witte korte broek en een opvallend felgroen t-shirt en een Aziatisch uitziende vrouw die op het terras gaan zitten. De man doet meteen een bestelling die de serveerster niet goed verstaat. Ook wil hij weten waar de wc is. Had uw man nou een biertje besteld en een... Wanneer de serveerster nogmaals de bestelling wil opnemen, is de man al naar binnen. Zijn gezelschap spreekt maar een paar woorden Engels. Te weinig om te bestellen. Terwijl er in het filmzaaltje aandachtig gekeken wordt, loopt de man niet naar de wc, maar de trap af op weg naar de kinderen. Hij glipt de filmzaal binnen, waar hij het 4-jarig meisje onzedelijk zal betasten. Wanneer haar grote broer van 10 opstaat om hulp te halen, stopt de man en gaat hij snel de zaal uit. Bijna tegelijkertijd kondigt de vriendin van oma aan dat ze even bij de kinderen gaat kijken. Aan de man in zijn felgroene shirt die ze op de trap passeert, schenkt ze nauwelijks aandacht. Hun oma ziet nog de man met de Aziatische vrouw in de metallic grijze Volkswagen stappen. Maar weet dan nog niet wat haar kleindochtertje zojuist is overkomen. Mevrouw Berenpas, u maakt zich grote zorgen dat deze man nog vrij rondloopt. Ja, dat doen we inderdaad. Het lijkt er namelijk op dat deze man heel impulsief heeft gehandeld. Hij heeft toegeslagen terwijl de vrouw met wie hij was gewoon op het terras zat te wachten. En het leek hem ook niet te deren dat er naast zijn slachtoffertje een mondig kind van 10 zat. Ja, als hij hiermee wegkomt, waar is hij dan de volgende keer toe in staat? Voorbereid en al. We kijken nog een keertje naar de beelden van zijn aankomst en vertrek. Hier zien we de man die vrijdagmiddag 10 augustus in Delfshaven naar de horecagelegenheid De Machinist toe lopen. Als hij dan daar naar binnen gaat, zien we hem iets beter. Hij heeft jammer genoeg een zonnebril op. En hier rent hij dan na de ontucht weer De Machinist uit. Nu heeft hij zijn bril in zijn hand en buiten is dan even zijn gezicht van de zijkant te zien. En we hopen nou altijd dat deze man herkend gaat worden, bijvoorbeeld aan zijn kleding of zijn signalement. Ja, het gaat om een Nederlands sprekende blanke man. Hij is tussen de 25 en de 40 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 1,90 meter lang. Hij droeg vrijdagmiddag 10 augustus een opvallende outfit. In elk geval een felgroen t-shirt met een print voorop. En daaronder dus die witte korte broek en die witte gimpen. En misschien is deze man afgelopen zomer wel vaker in die outfit gezien. Kan iemand zich dat herinneren? En hij was dus samen met een vrouw. Die combinatie is ook belangrijk. Wellicht dat ze vaker samen zijn gezien. Ja, dat zou goed kunnen. Het is een Aziatisch uitziende vrouw. Ze spreekt geen Nederlands en heel erg moeizaam Engels. Nou, we zijn benieuwd
of er mensen zijn die dit tweetal, die vrijdagmiddag 10 augustus mogelijk nog op andere locaties hebben gezien. Wellicht in de omgeving van Rotterdam-Delfshaven, waar ook de machinist gehuisvest is. En we hebben trouwens het idee dat de man daar in ieder geval vaker is geweest. Waarom denkt u dat hij daar vaker is geweest? Ja, we vermoeden dat die man geweten heeft dat daar beneden bij de machinist een filmzaaltje was. En dat hij doelbewust is gaan kijken of er toevallig kinderen zaten zonder toezicht. Nou, hij vroeg weliswaar aan de serveerster waar het toilet was. Maar die was gewoon op de begane grond. Dus hij had in die kelder in principe helemaal niets te zoeken. Nou ja, en als hij er vaker is geweest, kan het natuurlijk zijn dat hij uit Rotterdam komt, of de omgeving daarvan, of in ieder geval daar bekend is. En er is natuurlijk nog een belangrijk spoor, die auto waarin die is gezien, een metallic grijze Volkswagen. Ja, dat klopt. En het is een Volkswagen Golf of een Volkswagen Polo. Meer weten we helaas niet over deze auto. En we weten ook niet welke kant ze weggereden zijn. Kijk dus nog even een keer goed naar deze man. En bij deze willen we trouwens ook een beroep doen op de vrouw die toen bij hem was. U heeft misschien geen idee gehad wat uw metgezel daar binnen in de machinist deed. Meld u zichzelf alstublieft. Herkent u deze man? Denkt u alstublieft mee aan de hand van zijn kleding, zijn mogelijke Aziatische vriendin, die metallic grijze Volkswagen en dat hij misschien uit Rotterdam of omgeving komt. We willen voorkomen dat die man meer slachtoffertjes maakt. Weet u iets? Bel gratis naar de tiplijn van de politie op 0800 60 70. Of als u liever anoniem wilt blijven naar 0800 7000.